Suriname is gastland van de tweedaagse regionale meeting van de Pan American Development Foundation, PADF. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het RAP misdaadpreventieprogramma. RAP staat voor Resistance and Prevention Program. Het is begonnen. Zijn onder andere hervorming in jeugdjustitie, burgerparticipatie en gemeenschapsbetrokkenheid en misdaadpreventiestrategieën besproken. DNA-voorzitter Jenny Geerling-Simons, die de officiële opening verrichtte, gaf aan dat wat ons de grootste zorgen baart, de gewelddadige criminaliteit is. Volgens haar moet het repressief apparaat, oftewel de opsporing, bestaande uit de politie, militairen en justitie, goed functioneren. Maar het zal ons alleen tijdelijke verlichting brengen als we de bron, de basis van die criminaliteit niet aanpakken. Wel moet ik opmerken dat al mijn studies over dit onderwerp me leren dat georganiseerde misdaad en internationale criminaliteit veel minder door lokale en nationale preventie te beïnvloeden zijn. En het zou ons te ver voeren om daarover hier vandaag te praten, want misschien is ook internationale preventie op een ander niveau van belang. En dan komen we op punt van preventie waar dit hele programma over gaat. Ik moet constateren dat net als in de gezondheidszorg het woord preventie gemakkelijk in onze mond ligt als beleidsmakers en niet nu of gisteren, maar al tientallen jaren. We kennen allemaal, ik weet niet of er mensen uit de gezondheidszorg hier zitten, Health for All in the Year 2000 programma. Geweldig, met een heleboel goede doelen, maar het is 2017. Health for All. DNA-voorzitter Simons. Zij wees er verder op dat preventie belangrijk is. We willen geen mensen opsluiten. Integendeel willen we voorkomen dat ze afglijden. Zij concludeert daarom dat het belangrijk is de sleutelmaatregelen op het gebied van gezondheid, economische opvang van onze kinderen en onderwijs te identificeren en uit te voeren. De programmanager van Pan American Development Foundation, PADF, Maria Nazar, gaf aan dat RAP wordt gefinancierd door het Amerikaanse Bureau van Internationale Drugs- en Wethandhavingszaken. And it's currently being implemented in 3 countries. Suriname is one of them, but it's also being implemented in Bahamas and in Trinidad and Tobago. What we are gathered here today is this is the regional conference. So this is to exchange better practices between our implementation partners and also bring subject matter experts to raise the level of the conversations we're having about crime prevention across the region. We have, as a RAP program, different activities. The main activities that we have carried out are, it starts with the police training. So we train police in all 3 countries. They further become our accredited facilitators. They train other trainers. They also carry out activities with youth, such as dialogues with youth and community. We also have job shadowing activities and mock courts. So these are some of the activities in which we can build a true bridge between the youth and the police, which is the ultimate goal that RAP would like to provide to all these 3 countries of implementation. Maria Nazar, Program Manager PADF. Wij spraken haar gisteren na de opening van de regionale conferentie over misdaadpreventie. Zij gaf verder aan dat de eerste fase van RAP in 2013 is begonnen. Momenteel wordt de tweede fase uitgevoerd die op 31 augustus dit jaar afloopt. Nazar zegt dat beide fasen zeer succesvol zijn geweest. Dit is volgens haar te merken aan de succesverhalen van alle 3 landen. De conferentie over misdaadpreventie is vanmiddag afgesloten.